Goedemorgen allemaal, het is nu, even kijken, 6:55. Want ik ga weer 24 uur lang lezen. Maar ik ga het deze keer een beetje op een andere manier doen. Want het is niet meer echt mogelijk om in de nacht hier te gaan filmen. Omdat Ewout gewoon moet werken de volgende dag. Dus toen kwam mijn zusje met het goede idee om gewoon 12-12 te doen. Dus dan lees ik de ene dag 12 uur en de andere dag 12 uur. Dus ik begin straks om 7 uur tot vanavond 7 uur. En dan weer 7 uur tot 7 uur. Zodat ik toch die 24 uur maak. Maar dan blijft het dus niet in de nacht op. Wat er waarschijnlijk wel voor zorgt dat ik meer kan lezen, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg excited. Ik ben geen ochtendmens, maar ik ben helemaal actief. Omdat ik zin heb in deze video. En ik heb zin om te lezen. Dus dit leek mij het perfecte idee. En ik zie ook dat heel veel YouTubers, boeken-YouTubers, nu steeds meer 12-12 gaan doen. In plaats van 1 keer 24 uur. En ik vind het zelf heel erg leuk om te kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar voor nu is dit denk ik gewoon even makkelijker in mijn schema ook. En met Ewout samen. Maar omdat het veel is aangevraagd. En ook omdat ik er zelf heel erg zin in heb. Ga ik alleen maar Nederlandstalige boeken lezen. Ik heb laatst op TikTok een oproepje gedaan met tips van jullie. Want ik ben niet zo bekend in de Nederlandse auteurs. Maar ik heb echt super veel tips gehad. Dus dankjewel daarvoor. Ik vond het alleen wel echt lastig om te kiezen. Dus ik hoop dat ik een beetje de goede boeken heb uitgekozen. Ik heb in totaal 5 boeken hier liggen. Dus ik hoop dat ik ze allemaal kan uitlezen. Er zitten wel 2 boeken bij die wat minder lang zijn. Waardoor ik hoop dat het lukt. Want ik ben benieuwd naar al deze boeken. Ik weet met welk boek ik ga beginnen. Maar ik weet nog niet de volgorde daarna. Dus dan moet ik nog eventjes kijken wat mijn mood is. Maar dit zijn in ieder geval alle boeken die ik ga lezen in deze video. Ik ga beginnen met 1 boek die niet van een Nederlandse auteur is. En de rest is allemaal wel van een Nederlandse auteur. Alleen het boek is dus wel Nederlandstalig vertaald. Want dat boek heb ik gekregen van uitgeverij De Fontijn. Echt mega leuk. En ik ben heel erg bedankt dat ik dit boek überhaupt mocht krijgen. Het is dus een limited edition. En hij is zo mooi. En ik ben oprecht benieuwd naar dit verhaal. Ik ging dus een beetje op internet zoeken van waar gaat het over. En het sprak me echt heel erg aan. Het verhaal klinkt zo leuk dat ik heel erg hoop dat het is wat mijn verwachting is. Het gaat over het boek Hotel Magnifique. Het is een young adult fantasy boek. En kijk hoe mooi dit boek is. Wacht. Kijk, je hebt zo helemaal die gouden letters aan de zijkant. Oh, dit is toch zo mooi. Nou, ik vind dit gewoon al fantastisch om zo in mijn boekenkast te hebben liggen. Ik ben hier echt helemaal fan van. En ik lees niet zoveel fantasy. Dus ik heb wel zin om weer een beetje daarin te gaan komen. Ik heb ooit toen A Court of Thorns and Roses gelezen. Ik wil eigenlijk die serie ook nog verder lezen. Maar het komt er eigenlijk allemaal niet van. Ik kies toch de laatste tijd wat meer voor romance boeken. Maar ik zal jullie zeggen, ik ben een beetje klaar met romance. Ik heb nu de laatste tijd gewoon zoveel romance boeken gelezen. Dat ik het allemaal een beetje op elkaar vind lijken. Dus ik ben er een beetje, ik denk dat ik het gewoon moet combineren met andere genres. Want ik denk dat als ik alleen maar romance ga lezen, dat het een beetje saai wordt. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik nu wat anders ga lezen. En ik zal even vertellen waar dit boek over gaat. Klinkt zo leuk. Ik ben echt oprecht heel erg benieuwd. Het gaat over Hotel Magnifique. En dit is een hotel die je elke nacht naar een andere bestemming brengt. En Jani, Jenny, ik weet niet hoe je het uitspreekt. In het Nederlands is het Jani. Zij hoort dus dat dit hotel nu in haar stadsomgeving komt. En zij wil er heel graag heen. Ze is heel erg benieuwd hiernaar. Dus ze regelt een baantje voor zichzelf en voor haar zusje in het hotel. Alleen dan verdwijnt haar zusje en komt ze erachter dat er allemaal duistere geheimen zijn in het hotel. En ze raakt bevriend met een knappe portier die haar dan gaat helpen, denk ik. Dus ik ben echt zo benieuwd naar dit boek. Het klinkt echt heel erg leuk. Ik vind het sowieso het idee dat elke dag als je in een hotel slaapt, je wakker wordt op een andere bestemming. Dat is echt best wel gaaf. Ik snap wel dat zij er benieuwd naar is. Het boek is dus denk ik allemaal mysterie, geheimen, erachter zien te komen. Hoe ze eruit gaan komen denk ik. En hoe ze haar zusje gaat vinden. Dus dit ga ik als eerst lezen. Ook gewoon omdat ik hier stiekem het meest benieuwd naar ben. Ja, en dit boek, ja, ik kan er gewoon niet over uit hoe mooi het is. Echt prachtig. Ik ben sowieso dol op limited editions, maar toch heb ik ze er niet echt in mijn kast. Dus dit is wel echt een, ja, een pareltje in mijn kast hoor, oprecht. En nu nog hopen
dat de inhoud heel leuk is. Maar dat ga ik zo met jullie delen. De volgende boeken zal ik eventjes kort laten zien. En als ik hem ga lezen zal ik wel even vertellen waar het over gaat. Want anders wordt het wel een beetje een lange intro. Maar het eerste boek is een boek die niet young adult is. Ik heb een beetje geprobeerd af te wisselen met young adult en niet young adult. Dus dit is November. En dit is een thriller slash beetje horror volgens mij. Ja, dit klinkt ook echt heel erg gaaf waar het over gaat. Als ik hem dus straks in de video ga lezen, zal ik het wel eventjes uitleggen. Maar dit boek ben ik ook zo benieuwd naar. Het is wel echt een dik boek. Dus ik hoop dat het een beetje lekker wegleest. Maar er zijn zoveel goede verhalen over dit boek. En ik moet hem gewoon lezen. Hij zat echt al heel lang op mijn verlanglijstje. Dus die ga ik misschien lezen in deze video. Dan heb ik nog heel veel mensen die mij Chinook Thijs hadden aangeraden. Ik ken haar wel, alleen ik heb nog nooit een boek van haar gelezen, dus ik heb geen idee. Ze schrijft young adult boeken en ik heb gekozen voor een boek waarvan ik dacht dat hij misschien een beetje het spannendst ging zijn. En Chinook Thijssen had hem zelf geadviseerd, op TikTok ook. Mega leuk. Dus ik heb die ook gewoon gekozen, Museumnacht. Ik heb nog eventjes met allemaal boeken in mijn hand gestaan. True or Dare leek me ook leuk. Dus als je nog andere tips hebt van Chinook Thijssen, laat het weten. Ik ben heel erg benieuwd naar haar schrijfstijl. En dit klinkt ook als een heel spannend verhaal. Ik ga vooral spannende verhalen lezen, denk ik, deze video. En deze heeft ook niet zoveel pagina's. Nog net geen 200 pagina's. Dus hier kom ik misschien wel wat sneller doorheen. Dus dit is nog een optie. Dan heb ik een boek die ik ook een paar keer had aangeraden gekregen op TikTok. En dat is Wees Lucy van Astrid Boonstoppel. Ik vond er gewoon eigenlijk oprecht heel leuk uitzien. En toen ik de achterkant ging lezen, dacht ik, ja, het spreekt me wel aan. Ook een beetje geheimen, ontrafelen, zoeken naar de waarheid. Vind ik meestal ook wel leuk in een boek. En dit boek is echt heel dun. Het heeft, even kijken, iets van 130 pagina's. Dus dat is misschien ook wel lekker tussendoor. En het volgende boek is Alles wat er was. En dit is een spannende fictie literatuurboek volgens mij. Als ik het goed zeg. Dit boek is dus ook spannend en volgens mij ook drama, heftig. Dus ik ga vooral heftige boeken lezen deze video. Ik ben heel erg benieuwd hoe het bevalt. Normaal lees ik eigenlijk altijd van die feel-good boeken. Dus ik vind het wel leuk dat ik eventjes een beetje anders ga deze video. En ik vind het gewoon heel erg leuk oprecht om Nederlands te gaan lezen. Ik heb er echt zin in. Dus ik ga nu beginnen met Hotel Magnifique. Ik weet trouwens niet of ik Hotel Magnifique, Magnifique goed uitspreek. Maar volgens mij wel. Sorry anders. En ik neem je nu mee deze 12 uur. Oké, ik ga beginnen met het eerste boek. Fall in love with you, baby. I don't think I'll ever fall in love with you. But we're going through the same shit, just a different person. You keep me above the surface. It's hard, but I keep on learning from you. I hate feeling so uncertain. She left and I keep on searching. But I can tell there's someone hurting you. Oké, het is nu 9:55. En ik ben nu bij pagina 200 van de 399. Dus ik ben op de helft. Ik zit echt helemaal in het verhaal. Het is echt leuk om even een ander soort boek te lezen dan dat ik gewend ben. Het is makkelijk geschreven, maar niet te makkelijk dat het kinderlijk aanvoelt of zo. Het is ook wel een beetje spannend soms of zo. En er zit ook wel een beetje romantiek in tot nu toe. Dus eigenlijk heeft het heel veel onderdelen wat ik heel erg leuk vind. Als dit zo doorgaat, wordt dit een hele hoge beoordeling. Het is natuurlijk al best wel een tijdje geleden dat ik Nederlandstalig heb gelezen. En ik vind het echt heel chill. Het leest zo makkelijk weg en snel weg. Ik ben nu gewoon op de helft. Het is nog ochtend. Dus als ik zo doorga, heb ik er vanmiddag uit. En dan kan ik alweer naar een volgend boek gaan. Toen ik ging uitleggen waar het boek over ging, vertelde ik natuurlijk dat ze bevriend ging raken met een knappe portier. En die portier is dus Bel. En ik ga niks spoilen, maar hij is gewoon echt heel erg leuk en maakt dit boek echt leuk, vind ik. Ik denk dat ik dit boek wel ergens vanmiddag uit moet kunnen hebben. Dus ik ga hem weer lekker verder lezen. Ik ben heel erg benieuwd naar de rest, wat er gaat komen. That's a turn off anyway. Love to stay, but you know that I got plans. Het is nu 1:00 en ik ben moe opeens. Ik ben nu bij pagina 271. Ik heb gewoon heel de tijd dat mijn ogen dichtvallen. Het boek is nog steeds heel leuk, alleen ik ben gewoon moe.
Ik denk dat ik heel eventjes koffie ga maken en dan verder ga lezen. Misschien helpt dat wel. Oké, het is nu 3:50 alweer. Ik heb er best wel lang over gedaan. Je wilt het boek ook niet te overhaast lezen, want er gebeuren gewoon heel veel dingen in het boek. Ik heb het natuurlijk in één keer achter elkaar gelezen, dus ik vind het dan altijd wel een soort van ander effect als je het boek in één keer uitleest. Ik denk dat het bij dit boek juist heel fijn was. Omdat je dan zo erg in die wereld zit of zo. Je zit er zo erg in. Dat maakt het extra leuk. Er zitten gewoon zoveel karakters in die ik heel erg leuk vond. Het was eigenlijk een beetje het uiterste. Het waren of karakters die ik echt super leuk vond. Of karakters die ik echt vreselijk vond. Maar ik was zo erg in het verhaal. Omdat ik het denk ik juist in één keer heb uitgelezen. Dat ik helemaal meeleefde met bepaalde mensen. En met het verhaal. En ik vond het heel fijn geschreven. Ik weet natuurlijk niet hoe die is als die gewoon in het Engelstalig is. Maar ik vond de manier van schrijven heel fijn en makkelijk. Ik ben echt heel erg blij dat ik dit boek heb gekregen. Want anders had ik hem denk ik niet gelezen. Ik had er denk ik ook niet achter gekomen dat het boek überhaupt bestond. Dus ik geef dit boek 4 sterren. En dat vind ik echt hoog. Want de laatste tijd ben ik wel echt kritischer geworden, merk ik aan mezelf. En ik heb hem ook gezien liggen bij de Donner trouwens. Voor de mensen die een beetje uit Rotterdam komen. En mijn zusje liep dus laatst in Utrecht volgens mij in de boekenwinkel. En toen zag ze hem ook liggen. Volgens mij is dit boek gewoon overal wel te verkrijgen. Ik wist dus niet zeker of dat zo was. Omdat het een limited edition was. Dat het misschien alleen maar bij sommige boekenwinkels ligt. Maar volgens mij is het boek wel echt goed te vinden. En het volgende boek die ik ga lezen, het was even lastig kiezen waar ik zin in had. Maar ik denk dat ik ga voor Wees Lucy, omdat het ook een iets minder lang boek is. En ik ben ook gewoon benieuwd naar dit boek. Dus dit boek heeft, ik had het volgens mij al een keer opgezocht, maar 129 pagina's. Dus het is echt niet lang. En ik vind de cover dus wel echt heel erg cute eruit zien. Ziet er zo uit. Heel minimalistisch, maar daar kan ik ook wel echt van houden. Dit boek kan denk ik echt alle kanten op gaan. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten. Op de achterkant staat dat het gaat over Lucy en haar moeder Hedwig. Er staat dat ze al overal hebben gewoond en heel veel dingen hebben meegemaakt. En dat ze niet weet wie haar vader is. En dat maakt er eigenlijk ook niet uit. Ze is gewoon blij met de moeder en met haar leven op dat moment. En dan gaan ze dus verhuizen naar Cressville. En daar krijgt ze vrienden bij wie ze zich al heel erg gauw thuis voelt. En tegelijkertijd lijkt haar moeder dus iets voor haar te verbergen. En dat blijkt dus niks voor haar te zijn. En Lucy gaat dus op de ontdekkingstocht wat ze dan precies aan het verbergen is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop niet dat het een voorspelbaar boek is. Omdat het boek heet Wees Lucy. Als in een wees Lucy. En ze heeft geen vader en een moeder doet raar. Maar we gaan het zien. Wat ik trouwens nog even over dit boek wil zeggen. Om het af te sluiten is dat het echt een goede instap is als je wilt beginnen met fantasy lezen. Omdat het gewoon een niet te ingewikkeld verhaal is om te begrijpen. En dat kan soms met fantasy wel zo zijn. Dus als je net in de fantasy genre komt, zal dit ook wel een goed boek zijn om mee te beginnen. Dus dat wilde ik nog eventjes zeggen. Ja, dit boek heeft dus, ik heb het even opgezocht op Goodreads, heeft dus gemiddeld een, dit is niet een heel populair boek zie ik, want hij heeft maar 146 ratings. En hij is wel gemiddeld een 4.2. Dus dat is echt heel erg hoog. De meeste mensen hebben dit boek 5 sterren gegeven. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hiernaar. Ja, ik heb hier heel erg zin in. Vooral gewoon omdat ik echt even niet weet wat ik bij dit boek moet verwachten. Ik ga gewoon beginnen en we gaan het zien. Het is nu 4:50 en ik ben bij pagina 80, dus al best wel ver. Het gaat er echt heel makkelijk doorheen, omdat de hoofdstukken ook niet heel lang zijn. En het gaat nu voornamelijk over dat ze daar gaan wonen en dat ze daar vrienden maakt. En een beetje over het verleden met haar en de moeder en hoe goed hun band is eigenlijk. En ik heb het gevoel dat er echt wel in dramatisch iets aan zit te komen. Ja, ik denk dat het een drama gaat worden. Maar het zijn dus maar 130 pagina's, dus ik ben al bijna klaar. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er nog in de rest van het boek gaat gebeuren. Maar tot nu toe leest het wel heel makkelijk weg. Dus ik denk dat ik hem zo makkelijk uit heb. En ik ben benieuwd hoe heftig het gaat worden. Ik heb het gevoel dat het heftig gaat worden. Misschien valt het wel mee. Ja, zoals je ziet,
ben ik er al bijna. Dus ik ga gelijk even doorlezen. Goedemorgen, het is dag 2. En het is nu, even kijken, 6:03. Dus ik moet zo snel gaan beginnen. Ik heb dag 1 eigenlijk niet goed volbracht. Want ik zou eigenlijk van 7:00 tot 7:00 lezen. Maar er kwam onverwachts iemand eten. En daardoor heb ik tot ongeveer 6:00 gelezen. Dus ik dacht, weet je, ik lees vandaag dan gewoon van 7:00 tot 8:00. Dus dan doe ik een uurtje extra. En ik heb toen Wees Lucie dus nog wel uitgelezen. Je leest hem echt super makkelijk en snel uit. Want hij heeft gewoon heel weinig pagina's. En dit boek was echt wel zielig. Er zit een zielig onderwerp in. En om eerlijk te zijn, als ik had geweten dat het daarover zou gaan, had ik hem niet gekocht. Omdat ik gewoon gevoelig ben en bepaalde onderwerpen altijd heel pittig vindt om over te lezen of films over te kijken. Dus dat vermijd ik dan gewoon. Maar het was hier wel redelijk mooi ingebleven en niet te sad. En het is ook heel mooi omschreven hoe de band is tussen haar en haar moeder. Want het is echt een hele mooie, warme band die ze hebben. En kijk, dat soort dingen vind ik best wel knap dat je dat in een kort boek zo mooi naar voren kan brengen. Dus daarom vond ik het wel echt een heel mooi boek. Dus 3 sterren voor dit boek. Wel echt een aanrader. Nu ga ik beginnen aan het dikste boek van de 24 uur. Het boek heeft, even kijken hoor, 460 pagina's. Dus ik ben gewoon benieuwd of ik dit überhaupt uitkrijg. Ik heb nog 2 andere boeken die ik zou willen lezen. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Ik denk dat ik een keuze moet maken tussen 1 van die 2 boeken. En ik hoop überhaupt dat ik deze uitkrijg. Want het is gewoon echt, ja, dik is. En de letters zijn ook best wel klein. Maar ik ben hier wel heel nieuwsgierig naar. Het boek heet November en is ook van een Nederlandse auteur. En het is een thriller. Ik heb gelezen dat het soms zelfs een beetje horror kan zijn. Het gaat dus over een straat in de Verenigde Staten. Het heet Bird Street. En daar hebben ze het allemaal heel erg goed. En alles komt op hun pad. Ze hebben allemaal succesvolle carrière staat hier. Ze zijn helemaal gezond, fysiek, mentaal en spiritueel. Elke november zijn dus een beetje de donkere dagen daar. En dan hebben ze alleen maar ongeluk. En komen er alleen maar slechte dingen op hun pad. Periodes van ziekte, mentale verwarring, depressie, pijntjes, pech. Na een week of 4 is het voorbij en keert het geluk terug, staat hier. Maar wel tegen een prijs. Dus ik ben heel benieuwd hoe dark dit gaat zijn. Dus ik ga hier aan beginnen. Ik ben heel benieuwd hoe snel ik hier doorheen ga. En of het mijn vibe gaat zijn. Omdat ik natuurlijk eindelijk niet dit soort genres lees. Bijna nooit. Ik ga dus beginnen. Het is nu, om exact te zijn, 6:05. Dus ik ga snel beginnen. Ik hou jullie op de hoogte over november. Ik ben heel erg benieuwd. Het is nu 9:45 en ik ben bij pagina 170. Tot nu toe vind ik de manier hoe het is geschreven heel goed. Er wordt nu een beetje het boek in begeleid, soort van. Want je leert iedereen kennen in die straat en je leert over iedereens leven een beetje meer. En het is dus vanuit een gezin geschreven. Soms wordt het uit het perspectief van de moeder geschreven, soms die vader, zoon of dochter. Dus je hebt 4 verschillende perspectieven uit 1 gezin eigenlijk. Maar je krijgt ook dingen daardoor te weten over andere mensen in de straat en hoe hun zijn en hoe hun leven is. Maar het is eigenlijk vooral gefocust op 1 gezin. Dat vind ik eigenlijk wel erg fijn en je voelt dus echt dat er iets darks aan gaat komen. En je voelt dat er echt iets heftigs aan de hand is, maar je weet nog niet wat. Ja, je komt beetje bij beetje wel een beetje achter en ja, dat november dus een vervloekte maand is, dat is duidelijk. Ik voel echt een soort van spanning in me terwijl ik het lees, omdat ik het gevoel heb dat er iets echt groots aan gaat komen of zo. Ja, ik ga doorlezen, want ik ben echt te nieuwsgierig wat er nou allemaal gaande is in die straat en wat er nou aan de hand is, wat de vloek is, wat erachter zit. Ik wil meer weten, dus ik ga verder lezen. Het is nu 1:15 en ik ben op pagina, waar ben ik nou?
290. En dit boek, er zat een stukje in die ik zo heftig vond. En ik zit nu in een stukje die ook mega heftig is. Ik dacht, ik moet heel even een break. Ik ga even vertellen wat ik ervan vind. Maar er zit een stukje in met een jongen genaamd Levi. En ja, als je het boek hebt gelezen, ik vond het heel heftig. En ik denk dat er nog wel iets mee gaat gebeuren. Dat er nog iets komt daarover, denk ik. Er zitten eigenlijk twee delen in het boek. Kijk, als je hier bent, dan ga je naar deel 2. Daar zit ik nu in. En sinds dat ik in deel 2 zit, wordt het alleen maar duisterder of zo. En voelt het ook als er voor hen nog ergere dingen gaan gebeuren. Dus ik ga nu verder lezen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga straks lekker naar buiten. Frisse lucht. Want ik heb het echt nodig. Ewout is nu even lunch halen. Dus ik ga eerst eten. En ik denk dat ik daarna gewoon lekker naar het park ga. Het is best wel lekker weer. En ik ga nog even snel ver proberen te komen. Zodat ik in het park het boek uit kan lezen. En het volgende boek alvast mee kan gaan beginnen. When can I hold you again? Lately I've been wondering how long this can take to end. When can I kiss you again? 'Cause baby it feels like forever. Oké, ik zit in het park. Ik heb lekker mijn eigen homemade ijslatte meegenomen, ijskoffie. Ik denk echt dat het een hele goede keuze is geweest om naar het park te gaan. Want ik vind het nu al helemaal chill dat ik hier ben en lekker in de zon kan lezen. Dus dat maakt het gewoon even beter. Want ik was thuis even een beetje onrustig aan het worden van al het lezen. Dus ik ga hier lekker genieten. Ik ga de laatste 100 pagina's van november uitlezen. En ik heb alvast het tweede boek meegenomen. Dus stel dat ik, of het derde boek. Het vierde boek. Het is al het vierde boek. Het vierde boek meegenomen. Dus stel dat ik nog zin heb om hier lekker te blijven, dan kan ik ook alvast beginnen aan dit boek. Dus ik ga lekker door met lezen en ik vertel jullie straks als ik me uit heb wat ik er uiteindelijk van vind. Maar ik denk dat het wel echt heel sterk gaat krijgen. Het is nu 6:15 alweer. Ewout is hier ook heen gekomen, dus we zijn hier lekker samen aan het lezen hier. En ik heb november uitgelezen. Ik vond het echt een heel goed boek. Het is echt een beetje zo'n psychologische thriller horror. Er zitten allemaal geheimen in en dingen waar je achter gaat komen. En eigenlijk heb je te doen met, of in ieder geval ik had te doen met bijna alle karakters wel die erin voorkomen. Zoals ik al eerder zei, is het vanuit het perspectief van een gezin. Dus de ene keer vanuit de moeder, vader, dochter, zoon. En eigenlijk vond ik ze alle vier leuk. Ondanks bepaalde dingen die ze doen. Ik vind de schrijfstijl een beetje te vergelijken met Stephen King. Het is wat trager geschreven, maar het maakt niet uit omdat het wel goed geschreven is. En je alsnog heel erg in het verhaal zit. Dus daarom vond ik het gewoon een heel erg goed boek. Ondanks dat hij gewoon dikker was, wat trager was, wilde ik toch verder lezen. En was ik alsnog heel erg benieuwd naar wat er allemaal nog kwam. En het verhaal zit gewoon heel erg goed in elkaar. En ja, er zitten echt shocking stukjes in. Ik denk dat ik hem 4 sterren geef. Ik vind hem zeker aan te raden. Ik weet niet waarom ik hem niet 5 sterren geef, maar ik wil er ook wat kritischer op zijn. Maar ik zou dit boek echt 100% aanraden. Ik vond het echt een heel goed boek. En ja, de schrijfstijl is gewoon echt heel goed. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar zijn andere boeken. Daar ga ik even naar zoeken. Want ik zou wel echt meer boeken van hem willen lezen. Dus ja, november was echt... Ik ben blij dat het leuk was, omdat het een dik boek is. En het zou toch rot zijn als je er dan in zit en het niet leuk vindt. En nu ga ik naar
Museumnacht van Chinook Thijssen. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Het is niet zo lang boek, 193 pagina's. Dus mijn doel is om hem wel vandaag nog uit te lezen. En het is dus een young adult thriller horror ook, volgens mij. En het gaat over een jaar geleden werd een gruwelijke meervoudige moord gepleegd in een museum. En de dader werd doodgeschoten, maar het museum bleef dicht. En op het internet hebben nu twee YouTubers die loten 50.000 euro uit aan een groepje dat daar een nacht durft door te brengen. Er gaan dus 8 vrienden heen en er wordt dus opnieuw gemoord. Ja, maar nu is dus de vraag, wie is de dader? Een geest uit het verleden of iemand van de groep? Dus het klinkt spannend. Ik ben heel erg benieuwd hoe spannend het is en ja, of ik het leuk ga vinden. Mijn eerste boek van Chinook Thijssen, dus ja, ik heb echt wel zin om deze te lezen. Het boek heet trouwens Museumnacht en ziet er zo uit. En ik heb een beetje gekeken naar meerdere boeken van haar om te kijken welke ik het liefst wilde lezen. Maar al haar boeken zijn ongeveer rond de 200 pagina's, dus niet zo lang. Ik ga er nu maar aan beginnen, ik ben heel erg benieuwd en ik hou jullie op de hoogte. Wij zijn weer terug uit het park. Het is nu 8:30. Dus het is iets later dan 8:00. Maar ik dacht, ja, ik ben natuurlijk daar nog heen gegaan naar het park. En nog even gegeten daar. Dus haal gewoon nog even wat tijd in door dit boek uit te lezen. Ik ben nu bij pagina 102. En ik ben dus al over de helft. Tot nu toe zit ik echt wel in het verhaal. Het is heel makkelijk geschreven. Het gaat dus over een vriendengroep. En je leest de hele tijd vanuit iemand anders perspectief. Het is gewoon heel makkelijk te volgen. En het is ook best wel spannend. Dus ik zit nu best wel in een stukje waar al heel veel dingen zijn gebeurd. En ik denk van, hoe gaat het ooit nog goed aflopen? Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga verder lezen. En ik zal jullie zo wel even vertellen als ik hem uit heb wat ik ervan vond. Oké, het is nu 9:45 alweer. Dus ik heb wel echt een stuk langer gelezen. En ik heb Museumnacht uit. Het heeft wel mijn verwachtingen overtroffen. Ik had niet verwacht dat ik het echt een goed boek ging vinden. Want de plot had ik niet aan zien komen. Totaal niet. Ik moet nog even werken. Dat heb ik een beetje. Ik denk dat ik het boek 4 sterren ga geven. Dus dat is wel echt hoog. En ik vond het best wel knap dat je er zo erg in kan zitten in een boek die maar bestaat uit 193 pagina's. Je voelt wel echt sympathie voor de mensen die erin zitten en zo. En nou ja, ik ga voor de rest niks zeggen, want dat is stom. Maar het einde, ik zag hem niet aankomen. Maar goed, ik zei net al tegen Ewout, ik zie sowieso niet zo snel altijd die plotdingen aankomen. Sommige mensen lezen boeken en dan zeggen ze, nou zag ik al meteen aankomen in het begin. En dan denk ik altijd, nou, ik heb dat nooit. Bijna nooit. Maar Museumnacht, ja, een aanrader. Jij gaat hem ook lezen misschien. Ja. Ja. Echt een aanrader. Eerste keer dat ik een boek heb tussen gelezen van Chinook Thijssen. Ik zal er zeker nog wel meer lezen. Eigenlijk vond ik alle 4 de boeken goed die ik heb gelezen. Ik vond Hotel Magnifique heel erg leuk. Door dat boek wil ik echt weer fantasy gaan lezen. Ik zat er helemaal in. Echt een topboek. Ik vond Deze Lucie was gewoon best wel kort. En misschien dat ik dat dan het minste boek vond. Maar ik vond het ook gewoon een goed geschreven boek vooral. En daarna natuurlijk November, wat ik echt ook een heel goed boek vond. En Museumnacht vond ik ook heel goed. Dus ik heb denk ik gewoon geluk gehad met de keuze die ik heb gemaakt. Nu ga ik lekker slapen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie heel snel weer in een volgende video. En laat even weten of jullie de 12-12 methode ook leuk vonden. Ik zie jullie heel snel weer in een volgende video.